Stel je voor dat jij niet kunt praten. Je kunt nooit duidelijk maken wat je denkt. Hoe zou jij je voelen? En wat zou het eerste zijn dat je zou zeggen als je opeens wel een stem krijgt? Zo begint het boek met de titel In mijn hoofd. Melodie Brooks is een 11-jarig meisje met cerebrale parese, een soort hersenverlamming waardoor ze niet kan praten en niet zelf kan bewegen. Haar elektrische rolstoel bestuurt ze met haar duimen, de enige lichaamsdelen die ze onder controle heeft. Ze heeft ook synesthesie en een fotografisch geheugen. En ze heeft een normale kleine zus, Penny. Ze laat zich echter niet tegenhouden door de slechte dingen in haar leven. Want als je niet kunt praten, betekent dat niet dat je dom bent. Het heeft niets met je intelligentie te maken, hoewel mensen dit wel vaak denken. De titel van het boek is In mijn hoofd, ofwel de originele titel Out of My Mind, en is geschreven door Sharon M. Draper. Zij is geboren op 21 augustus 1948 en is een Amerikaanse kinderschrijver. Eerst was ze leerkracht. Rond 1990 daagde een van haar leerlingen haar uit om een boek te schrijven. Dat lukte en haar boek oogstte zoveel succes, waardoor ze rond 2000 besloot fulltime schrijver te worden. Haar boeken gaan meestal over onderwerpen die ook in het echte leven voorkomen en die voor sommige mensen dagelijks zijn. Haar bekendste werken zijn Hazelwood-serie, Jericho-serie, Copperson, Double Dutch, Out of My Mind en Romeo en Julio. Het boek is een roman en gaat over hersenbeschadigingen en het schoolleven. Melodie's school begint met inclusief onderwijs. Haar eerste inclusieve les is een muziekles. Daar komt ze naast Roos te zitten. Roos is heel vriendelijk en lief tegen Melodie en ze worden al snel vrienden. Als Roos een nieuwe computer krijgt, zet dat Melodie aan het denken. Zou er geen computer bestaan die misschien voor haar kan praten? Na even zoeken heeft ze iets gevonden dat wel voor haar kan dienen, de Meditalker. Een computer die voor haar praat. Wanneer Melodie alles onder de knie heeft, kan ze hem eindelijk aan iedereen tonen. De meeste mensen reageren blij voor haar en Melodie geniet van de aandacht en van het feit dat ze nu eindelijk kan praten. Eind januari vertelt Melodie's geschiedenisleerkracht, meneer Dimming, dat ze in de plaats van een gewone les gaan oefenen voor het WizKids Quiz Team. Dit is een team van leerlingen uit de school die strijden om de slimste school te worden. Bij de oefenronde haalt Melodie 100 op 100. De andere leerlingen denken dat ze heeft vals gespeeld. Zelfs de leerkracht zegt dat de vragen blijkbaar te makkelijk zijn als Melodie ze allemaal juist kan hebben. Melodie doet ook mee aan de selectieronde, hoewel de mensen zeggen dat ze dat niet aan kan. En als je nu wil weten of Melodie in het quizteam terechtkomt en wat er met Penny gaat gebeuren, dan moet je het boek zeker zelf eens lezen. Ik vond het een bijzonder verhaal en raad het iedereen aan omdat er heel veel van leert. Zelf heb ik ten eerste geleerd dat je mensen niet moet beoordelen op hun uiterlijk of hun beperking, dat zij ook verborgen talent hebben. Daarnaast heb ik ook veel nieuwe woorden en feiten geleerd. Dank u voor jullie aandacht.